ik sta hier in Ursel en die mannen hebben destijds de Goed Bezigprijs gewonnen en die hebben hun eigen Advalvas bord, zo'n eigen affichagebord in Ursel zelf. I know she said it's alright, but you can make it up next time. I know she knows it's not right, there ain't no use in lying. Maybe she thinks I know something. Maybe. Ik weet niet wat we gaan ermee doen, maar op een gemeentevergadering is ze terecht gestaan. Ja. En dan heb ik op tafel, ja, die tafel geklopt en binnen de week was geregeld. Ja, het heeft een beetje moeite gekost voor het de plaats te mogen gebruiken. En met de plaats bedoel je hier achter de kerk hier, hè? Heel de zitten, ja. Ja, ja. Maar door het feit dat ook de gemeente een project gaat lopen voor het Kromme te ontsluiten, en wij van die gelegenheid gebruik gemaakt eigenlijk om ons banken hier te laten installeren. Er was een hals project rond, dus dat ging ook gepaard met elke nieuwe inwoner die naar Ursel kwam wonen van buiten Ursel, kreeg een welkomstbrochure. En het was de bedoeling om dan samen met de nieuwe inwoners dat hier te installeren. Maar verzekeringstechnisch mocht dat niet. Blijkbaar, als het dat tot gemeentegrond is, moet dat gedaan worden door de gemeentearbeiders. De financiering van dat project hebben we kunnen beroepen op de Koning Bouwvestiging. Ah ja, oké. Okay. Ja, dat was wel welkom natuurlijk. Ah, dat zal wel zijn. Dat heeft een beetje voeten in de aarde om die procedure volledig af te maken, maar het heeft de moeite geloond. Ja. Die financiële inbreng, dat was beduidend. Lieve kijkers, ik ben nog steeds in Ursel en ik sta ondertussen in een gemeentelijke feestzaal eigenlijk. En boven op die gemeentelijke feestzaal hebben ze een jeugdhuis. En dat is ook een van de realisaties van het bewonersplatform. Kijk, dat de jeugdhuis. Daar is het! Daar is het! Daar is het! Daar is het! Mark, we staan hier op dit moment aan de Voute. Ligt dat met dialect De Vette, of ik weet niet hoe dat moet zeggen. De Vette. De Vette. Dat is eigenlijk een jeugdhuis en toch is het geen realisatie op zich van de jeugd of van de jeugdraad, maar het is eigenlijk een realisatie van jullie bewonersplatform. Ja, het was eigenlijk volgens ons een tekortkoming in het jeugdwerkbeleidsplan van de gemeente Knesselaren. Er was niets voorzien voor de jeugd van Ursel vanaf 15 jaar tot, laten we zeggen, begin de kleur. Hoe bereiken jullie als bewonersplatform dan aanvankelijk de jeugd? Was dat niet moeilijk om die dan... Hoe zoekt je die? Hoe vinden die? We hebben een aantal mensen aangesproken. Ja. Waarvan, ja, op een kleine gemeente, iedereen kent en iedereen. Ja. Dus we hebben een aantal jonge mensen aangesproken waarvan we dachten, ja, die gaan dan misschien wel durven trekken. Die zijn geïnteresseerd, ja. En die hebben dat perfect gedaan. Perfect. Dat kapelletje staat eigenlijk te midden tussen twee huizen. En er is een verhaal rond, want van wie was die in de grond en hoe zat dat ook weer en van wie is die kapel? Dus heren, we staan hier in een kapelletje, maar leg het mij een keer uit. Wat is er met dat kapelletje, wat is het verhaal daar rond? Dat is de Vrekkemkapel. De Vrekkemkapel? Vrekkemkapel. Ja. Gebouwd waarschijnlijk 17e eeuw. Ja. En tot voor een paar jaar stond dat in abominabele toestand. Ja. Zelfs zo dat het gevaarlijk werd. Ja. Ook het statuut van die kapel is eigenaardig. Men vindt dus niet terug wie de eigenaar is. Dus een stukje niemands land of niemands gebied. Slechte toestand had ik dus aangebracht in onze dorpskrant. En de gemeente is daar, ja, natuurlijk voelde zich een beetje verplicht om daar iets aan te doen, maar effectief, dat was moeilijk. De eigenaar was niet gekend, men vond dat niet op het kadaster wie de eigenaar was. De laatst gekende eigenaar was al 90 jaar dood of zo. Dus het is niet van niemand, van hier? Nee. Ah ja. De laatste eigenaar, gekende eigenaar woonde in Sint-Niklaas. In Sint-Niklaas. Eigenlijk een beetje grappig, dat een huisje van God in Sint-Niklaas. Ja. Ja, oké. Okay. En het is ook zo eigenaar, het staat op in het voorhof van twee arbeiderswoningen. Ja. Dus voor die mensen die hebben kleine kinderen was dat een zeer groot probleem. Dat was gevaar voor vallende stenen en zo. Ah ja, ja. Dus de gemeente heeft dat dan de oplossing ingepakt. Zoals die monumenten en die kunstwerken van Christo. Ah, ingepakt, maar ingepakt bedoelde letterlijk ingepakt. Ingepakt. Ingeplastiekt, wacht, we hebben daar een foto van, hè? Ja, maar we hebben hier.
is wel een beetje manipuleerd. Ja, oké. Die strik er rond, dat was niet... Ah, de strik niet. Het groen was wel de strik niet. Ja. Dat we niet denken dat er alleen een strik rond was, natuurlijk. Oké. Okay. Ja. En de reactie daarop was dat die mensen die hierachter wonen, die zijn begonnen... Zou dat niet mogelijk zijn om dat te restaureren? Inlichting gevraagd, want het staat wel op de inventaris van bouwkunde erfgoed, want het is niet geplaceerd. Ja. Dus van subsidies was er geen sprake. En die mensen hebben de handen in elkaar geslagen met een plaatselijke aannemer en zijn begonnen met de restauratie. Dus de mensen zelf? De mensen zelf. Ja. Ja. Dus dat is nu eigenlijk een beetje hun geclaimde kapel eigenlijk. Ja, ja. Wij hebben het daarbij gesteund, alarm gemaakt bij de bevolking van het Erso. Ja. Die mensen hebben in de loop van de werken 2 maal een barbecue georganiseerd. Ja. Op kwestie van... Financiële middelen, ja. Voornamelijk de producten, want al de uren zijn allemaal gepresteerd door mensen van Erso. Ja. Het schrijnwerk werd de omgeving. Iemand heeft het hout voor de deur geleverd, voor naast. Ja. Iedereen heeft daar meegewerkt. Okay. Het gipswerk en zo, dat is allemaal gratis gebeurd. Ja. Ze moesten enkel het materiaal. Materialen. En wij hebben vanuit ons bewonersplatform ook financieel een inbreng gedaan. Ja. Er zijn zeker, er zijn 20 mensen van Ussel die eraan gewerkt hebben. Ja. Dus eigenlijk was het, dus los van de kapel, was het een ideaal project om mensen bij elkaar te brengen, om te laten samenwerken, om de sociale cohesie op die manier eigenlijk... Dat zag je aan die barbecues die je georganiseerd hebt, dat was een toeloop. Iedereen kwam er naartoe, iedereen vond dat sympathiek. Heel Ursel zat daar eigenlijk. Ja. En dan in 2015 is dat ingewijd. Officieel met de pastor en... Ja. De meeste schepen waren hier en zo. Dat was echt een project van Ursel. Een van de mooiste, vind ik. Want historisch heeft het een grote waarde. Ja. Maar ook de samenwerking tussen de mensen. Ja. Ik sta hier aan het parochiaal secretariaat van Ursel. Het is tegelijkertijd ook de bibliotheek. En ik zie ook een pijltje woonwijzer staan. En ik moet eigenlijk in de tuin, in de pastorij. Leg mij dan een keer uit. Jullie hebben, want we staan hier eigenlijk in de pastorijtuin. En jullie hebben pastorijfeesten. Waarom? Waarom? Ja. Er is ooit eens een plan gemaakt, dorpsontwikkelingsplan, via EPRO en de gemeente. En dit eigenlijk zou het dorpshuis moeten worden. Ja, maar dat is nog niet zo. Dat is nog niet zo, geen geld, al wat je wilt. En om het idee wakker te houden, elk jaar organiseren we de pastorijfeesten. Noem dat een mooi rustig tuinfeest, van jong tot oud. Ja. Met, mag ik mij voorstellen, jong rustig, een optredentje ook, optredentjes. Dus al omlijsting, vorig jaar hebben we dingen gedaan, dus hier zo, een brunch, 70 heters, om een idee te geven. Goed. Dus, en om 10, 11 uur stoppen we ermee voor de gebeuren, van 11 tot 11. Ja, van 11 tot 11. En ook een beetje om de kast te flippen. Een fietsweiding. Een fietsweiding, maar dan is het in het kleiwater. Ah ja. De grootste dag geweest. Ah ja, oké, ja. Die waren meteen vrij goed aangeweid dan, hè. Ja, en wanneer is het? Eigenlijk, dat is belangrijk voor de kijkers dat jullie allemaal komen, hè. Normaal is dat altijd erg de laatste weekend van juni. Ja. Maar omdat dit lala, spijtig genoeg, niet bestaat. Ja. Doen we waarschijnlijk meer dan 2 keer dit jaar nog kijken op die dag. Ah ja, oké. Een beetje te combineren. En dat is in september. September. Ja. Longer sees it with her sleeping eyes and